Hallo allemaal en hartelijk welkom bij een nieuwe video van Speel met Mij Kinderspeelgoed. Vandaag gaan we de keukenexperimenten set uitproberen. En ik heb al een proefje uitgekozen, in totaal waren het er 6 stuks. En vandaag gaan we de 6e doen en dat heet de fruitbatterij. Wat je ervoor nodig hebt zijn 2 van deze zinkplaatjes. Die zien eruit als van die metalen stokjes. Dan heb je hier een LCD horloge nodig met kabels eraan. Dan heb je deze plakbandjes. En dan heb je nog uit de keuken nodig een vrucht die je door de helft kan doen. En op de afbeelding is het een citroen. Ik ga een appel gebruiken. Want andere vruchten die zouden ook moeten werken. En dan hebben we nog 2 vorken nodig die je in het fruit stopt. Als eerste gaan we de appel even halveren. We willen er namelijk een vork in doen. En ook nog een zinkplaatje. Dus hier doe ik een vork in. En ook hierin, in de andere helft. Dan gaan we de zinkplaatjes erin doen. De zinkstrips. Hierboven hebben ze zo'n klein gaatje en daar moet je de draad dan door doen. Zo. En dan doe je het ook aan de andere kant. Ze wiebelen een beetje heen en weer, dus ik heb de onderkant eventjes vlak gemaakt en nu staan ze veel beter op het bord. Nu komen we bij het LCD horloge. Daar zitten 2 kabels aangesloten, een rode en een zwarte. En dat zwarte draadje, dat doe je hier zo door dat plaatje heen. Zo. En de andere die plakken we hier aan de vork. Daarvoor hebben we hier dit plakbandje. Hiermee kunnen we het draadje vastplakken. Zo. En dan fixeren we het draadje nog eventjes vooraan het zinken stokje. Zo kan die niet verschuiven. En nu hebben we nog een verbindingskabeltje. En die plakken we aan de ene kant aan de vork. En de andere kant, die doe je dan weer door het zinkenplaatje. Zo is alles dan verbonden en dan kunnen we beginnen met het proefje. Nu zit hij alweer los helaas. Doe het eerst wel even zo. Zo. En zo gauw alles met elkaar verbonden is, kun je het LCD-horloge al zien. En die doet het dan ook. Alleen dit plakband is nou niet erg goed. Het plakt niet heel erg. Hier nog een keertje. Dit is dus het LCD-horloge en het is nu uit. En nu verbind ik dit draadje met de vork. En kijk. Dan zie je al gelijk dat het horloge aanspringt. En nu is die uit als ik het draadje weer weghaal. En als ik hem dan weer tegen de vork aan doe, dan gaat hij weer aan. Dus dat werkt in ieder geval wel. Nu moet ik dit alleen nog eventjes goed vast zien te plakken. Zo. Het lijkt erop dat het fruit ook echt stroom levert. De vorken die hier links en rechts erin zitten, dat zijn eigenlijk de positieve elektroden van een batterij. En deze zijn dan beschermd met metaal. En kijk, je ziet hier dat het zinkplaatje, dat reageert zo. En het horloge knippert, dus hij wordt eigenlijk steeds onderbroken. Dus stroomkring. Dus als je dat dan in een appel steekt, dan vindt er een chemische reactie plaats. En dan wordt het negatief geladen met deeltjes die bewegen dan van het zinkplaatje naar de vork. En dat levert dan stroom. Dus die kabels, dat zijn verbindingen tussen de verschillende onderdelen. En misschien heb je dus wel gezien dat het soms eventjes niet werkt, want dan knippert het dus en dan is dus de stroomkring onderbroken. Door de stroom die geleverd wordt kan het horloge gedreven worden en die doet het dan dus. En het is zeg maar het fruitzuur dat ervoor zorgt dat de elektriciteit geleid kan worden. Ik vind dat echt fascinerend. Nu heb je dus geen stroom, want ik heb het draadje weer eventjes eraf gehaald. Maar zo gauw je hem al tegen de vork aanhoudt, dan zie je al dat er wat op het display verschijnt van het horloge. Heel interessant dus dit experiment. Misschien kennen jullie het ook al. En misschien hebben jullie zelf ook zo'n proefjeskast thuis. Of hebben jullie het op school of zo. Ik ken het experiment in ieder geval nog niet hiervoor. Daarom had ik het ook uitgekozen. Misschien kennen jullie nog zulke keukenexperimenten. Die zijn misschien niet eens te zien in deze experimentenkast. Dus laat maar weten in de reacties wat jullie thuis allemaal uitgeprobeerd hebben qua proefjes. Hopelijk vonden jullie mijn video leuk. Geef me een duimpje omhoog. Laat een leuke reactie achter. En vergeet natuurlijk niet je op het kanaal te abonneren. Tot de volgende keer. Doei!